Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs. Ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond met z'n allen aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Stel je eens even voor. Goedenavond, ik ben Elke Brul, 25 jaar en ik kom uit Deense. En welke link heb jij met de schoonheidssector? Ik ben kapster en ik doe ook schoonheidszorgen. En je hebt al je eigen zaak? Ja, ik heb mijn eigen zaak. Ik doe ook al volledig zelfstandig. En wat is de naam van jouw zaak? Bobel. En waarom heb jij voor Bobel gekozen? Wat een hele mooie naam is trouwens. Dankjewel. Ik vond dat een heel moeilijke naam kiezen. Ik had er echt weken achter moeten zoeken. En eigenlijk plots kwam mijn schoonzus met het idee. En ze zei van, dat past lijkt echt supergoed bij u. En zo is Bobel gekomen. Ja. Dat is een mooie keuze, vind ik zelf. Naar waar kijk jij het meest uit in deze ervaring? Eigenlijk om gewoon verder door te groeien in mezelf als persoon. Maar ook gewoon in mijn carrière, om heel veel bij te leren van elkaar, alle meisjes. Maar ook gewoon alle workshops die we gaan doen, alle trainingen, vind ik echt heel interessant om te doen. Ja. En ook deuren openen? Ja, gewoon nieuwe deuren, nieuwe ervaringen, nieuwe dingen die op ons pad gaan komen. Ik laat het afkomen en we zien wel. Dat lijkt me heel mooi. Waar zie jij jezelf staan binnen 5 jaar? Dat is een hele moeilijke vraag. ik denk gewoon nog verder staan in wat ik doe. Nog meer doorroeien, zelfzekerder worden. Nog misschien meer kunnen aanbieden. Zelfzekerder worden, wilt dat zeggen dat je dan nu een beetje onzeker bent? Nee, onzeker ben ik niet. Als ik in mijn salon sta, ben ik echt wel zeker van wat ik doe. Ik denk soms wel wat verlegener als ik zoiets wil doen, maar dat valt wel. Daar ga je hier zeker veel bij leren. Dank je wel alleszins voor dit interview en ik wens je heel veel succes. Tot binnenkort. Oké. Okay.